Goedendag. U heeft het waarschijnlijk al in de media meegekregen of op onze website. Storm Kieran komt eraan. Een storm die nog moet ontstaan. Eigenlijk nu nog helemaal niet terug te vinden is op de weerkaarten. Maar geleidelijk aan naar West-Europa trekt en dan voor slecht weer gaat zorgen. In ieder geval boven Groot-Brittannië en een deel van Frankrijk. En Nederland lijkt toch wel de dans te gaan ontspringen. Maar een staartje van die wind gaan we wel meepakken. En het weerbeeld zal verder ook wisselvallig zijn. Laten we maar eens naar de weerkaarten gaan kijken zoals die er nu bij staan. Ik begin eventjes toch weer met de bovenlucht. Heel belangrijk altijd, die bovenlucht. Want dat is de sturende factor voor het weer waar we mee te maken gaan krijgen. En dit is het windpatroon op zo'n 10, 11 kilometer hoogte. En daar hebben we te maken met de straalstroom of de jetstream. Dat is hetzelfde. Die straalstroom die is zeer belangrijk deze week, want het weer is erg dynamisch. En dat komt omdat er een zeer actieve straalstroom aanwezig is. Hier zien we dat gebeuren. En wat nu heel belangrijk is om te laten zien is die kleurenband. Dat is die band met hoge windsnelheden. En hier zien we een klein deukje in de isobaren. En dat is de vorming van storm Kieran. Die storm die gaat richting Groot-Brittannië trekken via het Engels Kanaal. Diep steeds verder uit en wordt dan echt een stormdepressie en gaat daarvoor slecht weer zorgen. Als ik de animatie aanzet moet u dat knikje maar in de gaten houden. Dan ziet u dat dat uitgroeit tot een echt lage drukgebied. En donderdagnacht ligt dat dan zo'n beetje deels boven de Ierse Zee in het zuidwesten van Groot-Brittannië. Met nog steeds die straalstroom die dat lage drukgebied feitelijk stuurt. Als we dan nog verder gaan kijken, dan zien we dat het lage drukgebied zo'n beetje op de kust van Groot-Brittannië en de Noordzee komt te liggen. Dan is het donderdagavond geworden. En wat we ook dan heel goed kunnen zien, is dat die straalstroom als het ware rondkrult. Dat lage drukgebied ligt in een soort niemandsland, laat ik het zomaar zeggen. En zal dus ook hier een tijdje blijven liggen. Gaat wel langzaam opvullen. En wat er uiteindelijk ook gaat gebeuren, is dat er een nieuw lage drukgebied vanuit het westen vanaf de oceaan gaat komen. En dat lage drukgebied gaat dit lage drukgebied vervangen in het weekeinde. En dat betekent dat het gewoon zeer onbestendig weer blijft. Hier kunnen we dat zien gebeuren. Dit lage drukgebied hangt een beetje stil totdat die nieuwe erin komt en die neemt het helemaal over. En dan hebben we te maken met een enorm lage drukgebied boven de Noordzee. En ja, dat zorgt voor zeer wisselvallig weer, ook in het weekeinde en begin volgende week. En die jetstream is dan ondertussen nog wat meer naar het zuiden gezakt. Die ligt dan zo'n beetje boven Spanje en Frankrijk. En bijvoorbeeld in het Alpengebied moeten we dan ook rekening gaan houden met zeer actief weer. Laten we eens naar de grondkaart gaan kijken hoe het er dan uitziet. En die pakken we op in de ochtend van woensdag. Dan zien we storm Kiara nog steeds niet. Dat is dit knikje wat tot ontwikkeling moet gaan komen. En dat knikje dat zal uitdiepen. Dat wordt dus dat stormlage drukgebied. En dan richting het Engels Kanaal trekken. Ik zet de animatie even aan en hier zien we dat gebeuren. En dan ligt die zo'n beetje donderdagochtend boven het zuiden van Groot-Brittannië. Heel veel wind aan de zuidflank en aan de zuidwestflank. En dat betekent echt stormcondities daar aan de zuidkust van Groot-Brittannië en ook aan de noordwestkust van Frankrijk. Maar het lage drukgebied dat trekt dus verder naar het noorden toe. En dat betekent dat het zwaarste windveld niet in onze omgeving zal komen. Ik zal dat nog eventjes aanzetten. We zien hier dat het lage drukgebied op die kust blijft liggen van het oosten van Groot-Brittannië en de Noordzee. En wij hebben dan te maken met flink wat wind uit het zuiden, maar waarschijnlijk geen storm. Wel een vlagerige wind met zware windstoten. Daar kom ik straks nog op. Nou, als we dan nog even verder kijken, dan zien we dat het tweede lage drukgebied eraan komt. Dat vangt als het ware dat eerste lage drukgebied op, storm Kieran. En dan is het verder zeer wisselvallig weer. En zoals u kunt zien, de kaart is inmiddels doorgelopen tot woensdag. Dat lage drukgebied, dat blijft daar gewoon een beetje rondcirkelen. En dat zorgt ervoor dat er flink wat wind blijft staan. Geen stormkracht meer, maar wel zeer wisselvallig weer. En ja, we moeten dus ook rekening mee houden dat het de komende dagen gewoon niet al te best is. Zeker niet vanaf donderdag. In detail kunnen we ook nog even kijken. Dan gaan we even de storm volgen. Dit is weer dat knikje. Dat is dan woensdagochtend. Dan is er nog niet zoveel aan de hand. Maar het lage drukgebied dat gaat uitdiepen. En dat trekt dan over Groot-Brittannië richting de Noordzee. Daar blijft het een tijdje liggen met al die buien eromheen. En dan komt het tweede lage drukgebied. En dat wordt als het ware het nieuwe lage drukgebied wat ook weer boven de Noordzee komt. En hoeveel wind er bij dat tweede lage drukgebied gaat komen, dat is nog wel interessant hoor. Want dat kan ook nog wel eens best explosief gaan toenemen, die wind bij dat lage drukgebied. Dat moet ja, later in de week echt duidelijk gaan worden.
Dan hebben we het weerbeeld gehad. Wat betekent dat nu voor de waarschuwingen? Nou, we kunnen best wel eens even kijken wat storm Ciarán gaat brengen in het zuiden van Groot-Brittannië. Daar staat inmiddels al een code oranje uit voor de woensdagavond en ook de nacht die daarop gaat volgen. En ook de westkust van Frankrijk moet rekening houden met stormcondities en zeer zware windstoten. Zowel Groot-Brittannië als in Frankrijk, in deze gebieden wordt rekening gehouden met windstoten van zo'n 120 km per uur, met pieken tot 150 km per uur. Ook het Engels Kanaal en het Nauw van Calais krijgt met heel veel wind te maken, omdat die wind ook precies, als het ware, door dat kanaal heen gaat staan. En dan krijg je een Venturi-effect. Dan wordt die wind, als het ware, bij elkaar geperst. En dat zorgt dan voor heel veel onstabiliteit, zeker ook bij die hoge kustlijnen. Boven land is er natuurlijk naast de wind ook nog het risico van de vele regen. Ook in dit gebied is al heel veel regen gevallen. Het is niet alleen in Nederland het geval geweest. Ook in Groot-Brittannië is veel neerslag gevallen. Daar wordt ook voor gewaarschuwd. Daar is een code geel voor uitgegeven. Dus dan heb je de wind en de neerslag. En ja, die gebieden die hebben toch heel veel te maken met verzadigde grond. Als er dan ook nog meer regen bij gaat komen, het gaat weer om tientallen millimeters, dan kan er hier en daar toch best wel sprake zijn van overstroming of misschien wel van wat grondverschuivingen, omdat daar natuurlijk ook wat geaccentueerd terrein is. Voor Nederland hebben we ook al waarschuwingen uitstaan, code geel. En dat heeft te maken met zware windstoten. Voor de westkust houden we rekening met windstoten tot zo'n 90, 100 km per uur. Landinwaarts is dat 75 tot 90 km per uur. En zoals het er nu naar uitziet, is alleen het noordoosten van ons land vrij van zware windstoten. Daar blijft het allemaal wat rustiger. Dus, zoals het er nu voor staat, storm Ciarán gaat flink wat wind brengen in Nederland. We hebben het dan over zware windstoten. Ik verwacht nog geen stormkracht, maar dat kan wel allemaal nog gaan veranderen, omdat eenvoudigweg deze depressie nog helemaal tot ontwikkeling moet komen. Nou, wilt u dit allemaal goed bijhouden, dan heb ik een tip voor u. Abonneer op ons YouTube-kanaal, want als we weer updates hebben, dan brengen we die hier. Daarnaast brengen we nog heel veel andere weerberichten. Fijne dag.